Ik ben Bert Rietberg en ik ben een van de organisatoren van deze tentcampagne. We staan hier de hele week. Elke avond hebben we een programma. En een paar keer overdag. Vanmorgen hadden we een programma voor vrouwen. En morgenmiddag hebben we een programma voor kinderen. En vanavond hebben we een speciaal programma voor mensen met een beperking, een verstandelijke beperking. Het programma voor de hele week heeft als thema Waarheid maakt vrij. Wij zijn dus een christelijke organisatie die graag mensen van de Heer Jezus wil vertellen. En het thema De Waarheid maakt vrij doelt op de Heer Jezus Christus die ons vrijgemaakt heeft. Geen pijn, daar is alles vreugde. En... zien liggen in Amsterdam, in de Nieuwe Kerk. Er was op een gegeven moment ook de kroon van Alexander. Kijk, dat is mooi. Morgenmiddag het kinderprogramma van 2 tot 4. Dan hebben we 's avonds een programma. Ik kijk even op mijn briefje. Dat is morgen, is dat woensdag. Dan hebben we een spreker, Jacques Brunt. Hij is bekend van het Zoeklicht. En hij werkt heel veel met jeugd. Met name in de gewone normale kerken, de reformatorische kerken. En dan hebben we ook medewerking van een zangkoor. Dat is van het Leger des Heils, het muziekkorps Leger des Heils. Altijd een hele mooie avond, die is vorig jaar ook geweest. En dan hebben we donderdag Aart van der Zanden, een bekende spreker die ook heel veel pastorale cursussen gegeven heeft. Die kennen we heel veel mensen ook in de omgeving. Dan hebben we een muzikale medewerking van een koor Gideon. Het koor is ook al een aantal keren bij ons geweest. En op de vrijdag hebben we een spreker, Ab Kleine Haneveld. En dan hebben we van onze eigen achterban een aantal jonge mensen die met viool en gitaar en zang muzikale medewerking verleent.